Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik was helemaal vergeten de vlog te openen. Ik was zo druk met van alles. Ik heb de was al aanstaan en alles. Ik wou nou fruit gaan maken, dus we zijn alweer even onderweg. Ik ben druk geweest met de kindjes. Dus ja, kindjes zitten lekker in de box te spelen. Sam die ligt ook in de box. En ik ga nou even fruit maken, zodat ze een fruitje weer kunnen eten. Ik heb even tosti's gemaakt voor de boefjes. Jordi zit ook lekker te eten. Ik leg het daar neer op zijn plateautje. En dan gaat hij lekker pakken. Nee, kijk hier, schatje. Leg hier gewoon. Kijk maar. Goed zo. En als hij dat dan op heeft, dan wacht ik even totdat hij zijn mond goed leeg heeft. En dan krijgt hij weer een nieuwe. En hier zit ook gewoon eentje lekker te smullen. Hé, mammetje. Of het nou een boterham met kaas is of een tosti. Voor mij maakt het niet zoveel verschil. Liam ligt al op bed. Jordi heeft net zijn fles gehad. En Jordi krijgt zo'n schone luier. Je zit hem in de maling te nemen, vent. En oh wee, als ik de andere kant op kijk dan dat hij wil. Oh. Hij geeft altijd kopstoten. De meest onverwachte momenten. Ja. Nee. Nee. We gaan geen tandarts spelen. Nee. Nee. Kut. Moet jij weer gekieteld worden? Moet jij weer gekieteld worden? Moet jij weer gekieteld worden? Mag kietelen. En daar gaan we. Ik lig heel eventjes op de bank. Ik ben echt kapot. Ik weet niet wat ik heb. Ik ben gewoon hartstikke moe. Ik heb ook even bij Jordi nog gelegen. Want hij was oververmoeid en hij had eventjes en nodig dat hij even strak werd vastgehouden. Om eventjes rust te vinden. Dat is gelukt. Hij slaapt. En ik heb... Even kijken. Afgelopen maandag had ik opgenomen op Nederland 2. 2-doc. En ik heb die documentaire nu zitten kijken. Dat gaat over... broertje van Annette Barlo. Zij heeft een broertje met een broer met Down syndroom. En haar zus en zij zorgen momenteel enigszins voor hun broer die in een instelling woont. Maar ja, je hebt er toch zorg voor. En je ziet. Je ziet enige, niet gelijkenissen, maar je herkent wel dingetjes. Ondanks dat de leeftijdsverschil heel groot is. Tussen Jordi en tussen Albert-Jan heet hij volgens mij. En je ziet, het leeftijdsverschil is heel groot. Maar je ziet wel overeenkomsten, kenmerken enzovoort. En het is niet dat het... confronterend is, maar het geeft wel een blik op hoe dat in de toekomst zou kunnen zijn. En ja, het drukt je wel met de neus op de feiten hoe dat bepaalde dingen zullen gaan lopen of zullen kunnen gaan lopen. Ben jij wakker? Ben je wakker? Hallo.
Jouw broer en broertje zijn al op, hè? Je hebt echt lang geslapen, jij. Kom je mee naar beneden dan? Kom je handje. Jouw mama wil ook slapen, maar daar heeft ze geen tijd voor. Ga je mee naar beneden? Mama gaat jouw bril pakken, Jordi. Ondertussen dat de kindjes dat aan het doen zijn, ga ik even uploaden en dan even Jordi een... Ik mocht een keertje op Pando's skateboard. Wafel, dat was het. Een wafel hier. Dat is rustig. Ik heb net hem moeten helpen poepen. En dat is geen gemakkelijke opgave. En nou is hij boos. Mama, even iets anders zetten. Mama, even stop. Even rustig. Mama, even rustig. Zal mama gewoon even Boomba aanzetten? Wil je even Boomba zien? Word je even rustig. Wil je dat niet zien? Die alleen maar heftiger van. Ja, je hoeft niet zo giftig te doen. Maar mama doet het best. Mama doet het best voor jou. Even kijken wat dit is. Nee, dat wil jij ook niet zien. Zit het je wel? Hij is heel boos Is het nou weer goed? Wil je me kus? Toeter de toet, spoel vervangen, dat kan ik niet.
na het heel even moeilijk gehad te hebben, heb ik het eten klaar. Heel veel snoep thuis. Ik kom pas laat thuis vandaag, want ik moest nog iets van een cursus of een training doen op zijn werk. Ik heb eten voor de kinderen uit de vriezer gehaald, want dat had ik nog staan. Altijd back-up, hè. Die ga ik nu eventjes aan de kinderen geven. Jordi zit hier, Dion zit hier. Jordi is ook weer wat vrolijker. Ik ga het wel met een filmpje doen, want ik heb gewoon echt geen puff. Volgens mij gezeven of wat dan ook. Ik wil gewoon dat er eten in komt en dat ze klaar zijn. Niels is nog op zijn werk. En het is tijd om deze twee naar bedje toe te gaan. Echt wel. Ik heb even schone pyjama's voor alles en iedereen gepakt. Want Sam die wil dadelijk ook naar bed. Dus ik heb deze voor Sam gepakt. Hoppakee. Staat alvast klaar. Ik heb voor Liam een schone pyjama. En voor Jordi een boxershort en een groot t-shirt. En dan ga ik even een flesje maken voor Liam. En dan is Jordi aan de beurt. En dan is Sam uiteindelijk aan de beurt. Tandenpoetsen doe ik vandaag niet. Ik heb er gewoon echt geen puff voor. Ik ben gewoon kapot moe. En normaal doen we dat elke dag. Wij zijn daar best wel strikt in. Maar nu... Ik zorg dat alles schoon en wel naar bed gaat. Maar daar heb je het ook echt wel mee gezegd. Ik heb gewoon vandaag echt een dag... Ik weet niet. Ik denk ook dat het met het weer te maken heeft. Ik heb echt geen idee. En dat is één. Ja. Nou, oké, prima. Fijn dat hij even de mensen wil laten weten dat hij ook nog een fles heeft gehad. Ingesmeerd met muggenspul, alles. Vandaag hebben ze ook iets van knoflook gehad. Dus Keeske, ik hoop dat dat werkt. Hij is zo zoet voor de mugjes. Ik ga hem naar bed brengen. En dan is Jordi aan de beurt. En dit is twee. Daar ga ik nog even omkleden en een andere luier aan. Dat doe ik altijd na zijn fles. Bij Liam doe ik dat voor zijn fles. En bij Jordi doe ik dat na zijn fles. Omdat Jordi ook nog een handje van heeft om nog eventjes lekker te ontspannen en te gaan poepen. En ik heb geen zin om alles 100.000 keer opnieuw te kunnen doen. Maar we houden wel van je, hè? Iemand is er thuis! Ik heb gelijk even de taak overgegeven. Ik heb Jordi net nog geholpen met poepen en echt flink nog gepoept. Die had nog heel erg buikpijn. Dus ja, dat heb ik nog gedaan. Die ligt nu op bed. Ik ga nu zelf eten. Ik eet frietjes. Ik heb gewoon geen zin om een hele maaltijd uit mijn mouw te schudden. Ik heb ook geen tijd gehad ervoor. Dus ik ga lekker frietjes eten. Ik ben ze nu aan het bakken. Dus ja, dat gaan we doen. Een hele goede morgen. Toen Niels thuis was gekomen, ben ik kort daarna ben ik mijn nest ingegaan. Gaan slapen. En ik ben nog steeds moe, maar ik ben wel iets meer uitgeslapen. Ik ben nu bezig met de kindjes fruit geven. Die heb ik gemaakt. En dan gaan we even... Nee, dan moet Sam nog de fles en dan gaan we naar de winkel. Oh, trouwens, vandaag is de peetoomjarig van deze grote vent. Ja, het is oma maanjarig, hè? Moet het straks eventjes zien. Hallo? Hallo? Krijg ik nog aandacht van jou? Oké, wie zijn er weer wakker? Al mijn boys! Jordi. Zeg maar, ik was doorgelekt, mama.
En toen kon ik ze hele bed verschonen. Nou, dat heb ik ook al gedaan. Oh. Ik denk dat ik Sam moet redden. Sammy, ben je nou aan het doen? Sammy. Sam. Kiekeboe. Hallo. Hallo baby. Ik denk je ook, hè? Wat is dat nou? Ja. Kiekeboe. Boe. 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 Doet, doet. Hey clown. Kiekeboe. Ik ben er zo zielig. Maar ik heb net de hele tijd rondgekropen. Oh, ik ben ook zo zielig. Maar nou moet mama dadelijk aan het eten beginnen. Anders hebben jullie geen eten, jongens. De peetoom van Liam is vandaag jarig, Manuel. En ja, wat moet je op een gegeven moment voor... onder onze eigen vrienden doen we eigenlijk nooit cadeaus. Wel als het peetouders zijn. Dus dan doe ik altijd een cadeautje uit naam van het kind. En ik, ja, wat moet je een peetoom geven? Ik weet het niet. Hij doet nog. Dus ik ben de Action ingelopen en ik heb deo gepakt van Axe. En ik heb parfumetjes gepakt en een aftershave. En dus hij krijgt een parfum, 3 deo's en een aftershave. En dan heb ik ook een kaart. Nou ben ik aan het bedenken wat ik op die kaart moet zetten. En ik kom eigenlijk niet verder als oma Maan, je stinkt. Ik zet altijd wel iets op de kaart wat een beetje lolachtig bedoeld is. En de mensen weten dat ook om ons heen. Dus ja, ik ben nog even aan het bedenken. Als ik het dadelijk heb, ga ik het zeggen. Oké, ik heb tot nu toe dit. Oma Maan, je stinkt. Grapje. Ik ga het even voorlezen hoor. Nu ga je in ieder geval niet meer stinken. Gefeliciteerd, dikke kus en knuffel Liam. PS, ook van de rest van de Daltons. Meer kon ik niet bedenken. Sorry, oma Manuel, als je dit ziet. Ik heb niet zoveel fantasie vandaag. En toen was het alweer avond. Ja. Kindjes liggen te slapen. En ik heb nog opgeruimd. En het is nu tijd om naar bed te gaan en de vlog af te sluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende keer.